Welkom! Het begon allemaal in oktober 2019. De KAVO Kiesdag vond toen plaats en middels een loting stonden wij op nummer 17. Dus het was nog best wel spannend of wij een KAVO toegewezen zouden krijgen. Nou, toen we hem eenmaal hadden, super blij natuurlijk, toen zijn we zelf begonnen met tekenen. Want we wisten best wel goed wat we wilden. Ik ben zelf opgegroeid in de binnenstad van Delft, dus ik wilde die charme eigenlijk heel graag terug laten komen in het huis. We hebben ervoor gekozen om de woonkamer en de keuken van elkaar te splitsen. En op deze manier maken we ook leuk gebruik van het hoogteverschil tussen de voor- en de achtergevel. En zo hebben we beneden het souterrain gecreëerd. De daktuin is ook bijzonder. De onderste laag van de daktuin wordt met een speciaal systeem water opgevangen. Samen met alle andere kavels hebben we deze daktuin ontworpen. Bijzondere elementen van onze woning is bijvoorbeeld onze Delftse stoep. We hebben daarvoor gekozen voor echt een natuursteen en ook het hekwerk is echt wel klassiek, zodat we echt een oude gevel konden namaken.